Nee, dat viel wel mee. Maar nu wil ik wel graag die derde prik hebben. Nu het weer zo hoog oploopt. Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar het tweede deel van de podcast met Maarten van Rossum en Jan Terlouw. Ja, en heb je deel 1 gemist? Kijk of luister die dan even eerst. En veel plezier. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, een van de dingen die we met Hope Ex Yourself proberen te bereiken is dat aan het eind van de eeuw iedereen zijn leven met een 8 kan beoordelen. En eind van deze eeuw? Ja, eind van deze eeuw. Gaan wij niet meer halen. Nee? Ik hoop niet hoor. Maar hebben jullie wel de 8 bereikt dan? Ik weet niet, in het telefoongesprek werd dat mij ook gevraagd, wat ik van mijn leven vond. Toen zei ik 7+. Maar nu had ik altijd wel het verwijt onder studenten dat ik een magere cijferaar was. Het moest ik moest heel enthousiast worden om een hoog cijfer te geven. Algemeen vond ik het dan een beetje gemiddeld. Er zijn dingen in mijn leven waar ik niet zo vreselijk tevreden over ben. Maar over de hele linie ben ik niet ontevreden. Dus een 7+. Een betrekkelijk bescheiden cijfer, maar ik vind dat zelf wel een hele prestatie. Ja. Al zeg ik het zelf. Ik vind ook dat ik 78 ben geworden in een redelijke conditie. Ik kon direct afkloppen. Ik klop toch even op die tafel met jullie. Maar goed, hij wordt 90 spoedig. Ik hoop volgende week 90 te worden, ja. Wow. Maar ik geef mijn leven wel een royale 8 hoor. Als het geen 9 is. Als ik zie hoeveel voordelen en voorrechten ik heb gehad in mijn leven. Mogen studeren. Internationale universiteit. Ik heb in MIT mogen werken een paar jaar. Een van de grootste scholen van de wereld. Ik heb in 3 landen gewoond. Ik heb in Parijs gewoond een aantal jaren. Ik heb in het hart van Nederland mogen vertoeven, het Binnenhof. Dat is heel bijzonder. Ja. Het kloppend hart van Nederland, waar alles gebeurt. En waar je iedere dag iets meemaakt. Ik heb 4 fantastische kinderen. Ik heb 12 kleinkinderen. Gezonde kleinkinderen, voor zover ik weet. En op het ogenblik 16 achterkleinkinderen. Ja, wat een fantastisch leven. Ik zou het schandelijk vinden als ik dat niet een 9 gaf. Ja. Ja. 9+. 9+. Maken we ervan. Ja. Mijn leven is beduidend minder opwindend verlopen, moet ik erbij zeggen. Maar ja, ik heb mijn hele leven eigenlijk kunnen doen wat ik leuk vind om te doen. En dat is natuurlijk ook al betrekkelijk uniek. Ja, dat is al genoeg waard, zou ik zeggen. Ja, en daarbij moet je ook geluk hebben. Ik zou ook niet willen zeggen dat ik... Dat allemaal mijn eigen verdienste is. Want je moet eigenlijk je moet vrij regelmatig precies op de juiste plek, op het juiste moment aanwezig zijn. Hm. En dan dat ik wetenschappelijk medewerker ben geworden, waar ik enorm gelukkig mee was dat ik dat werd. Overigens had ik het helemaal niet erg gevonden om leraar in Winterswijk te worden. Misschien niet in Duiven Westervoort, maar goed, daar wil ik nog even vanaf zijn. Want ik heb doseren altijd even ontzettend leuk gevonden. En een van de problemen met het pensioen was, ik ben nu natuurlijk al de hele tijd met pensioen, was dat ik de colleges zou verliezen. Normaal gesproken geef je 2 keer in de week. Maar je kunt goed vertellen, hè? Ja, dat vind ik ook leuk om te doen. Het is duidelijk dat je dat leuk vindt. Ja. En dus je kunt doen wat je leuk vindt en wat aankomt bij de mensen. Dat is natuurlijk heerlijk. Dus, en door die lezingen, nu geef ik veel lezingen, of ik vertel wat op de televisie, of in de podcast natuurlijk. Dat is in feite ook een vorm van vertellen. Ja. Wat je daar doet. Dat compenseer ik een beetje dat ik de colleges kwijtgeraakt ben. Neem zo'n programma De Slimste Mens. Ja, dat vind ik toch enig om te doen? Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Ontzettend leuk om te doen. Ik zie dat ook als een uitje eigenlijk. Dat begrijp ik, ja. Het lijkt me heel erg leuk om zoiets te doen. Sommige mensen willen met vakantie naar de Middellandse Zee, maar ik vind het heel leuk om daar te zitten. Wanneer komt hij weer? We beginnen geloof ik 15 december. Opname te doen? Nee, opnames lopen nu. Elke week 2. De opnames lopen. Dat loopt van tevoren al. We maken er 3 per dag. En dus het zijn 10 opnamedagen totaal. Zo. Dat zijn best zware dagen, ja, neem ik aan. Ja, dat geloof ik ook wel. Voor Filip wel, voor mij niet zo natuurlijk. Ik zit in een stoel en ik moet zeggen, een heel eigenaardige stoel. Er zit ook licht in de leuningen. Maar je moet toch ook, er wordt je geregeld iets gevraagd. Ja. En dan zal er nog van tevoren wel eventjes zijn ingezet. Ja, als het feitelijke vragen zijn, weet ik wel wat er aankomt in principe. Het leukste is natuurlijk als er een
als er een spontane discussie of gesprek ontstaat tussen Filip of de kandidaten en mij. Dat vind ik zelf het leukst om te doen. Maar in die leuningen van die stoel, we doen het nu al 9 jaar, daar zaten aanvankelijk normale gloeilampen. En dan kan ik je verzekeren dat na zo'n dag werd in die leuning en dan kon je een eitje opbakken. Ja. Het was echt, het was pijnlijk. Waarom zaten daar gloeilampen in? Ja, maar lichter, dat zijn lichtgevende leuningen. Oh, nooit gezien. Als je weer kijkt, moet je maar even kijken. Opletten. Maar nu zit er natuurlijk ledlicht in en ledlicht is. Nou ja, dat is een ander ding waar ik zelf enorm veel plezier mee heb gehad in de loop der tijden. Veranderende uitvindingen dat je denkt van, hoe lang ik niet gehoord heb dat er ooit televisies zouden zijn die als een soort platte plank aan de muur zouden hangen. Waarbij je altijd dacht, dat zal zo'n vaart niet lopen. En eigenlijk is dat heel snel, is dat ook daadwerkelijk gerealiseerd. Sowieso is ook de wetenschap zo enorm veranderd in mijn levensspannen. Dat is echt een opmerkelijke zaak. Denk aan het aan wat we van het heelal weten in de vroege jaren 50 en nu. Dat is een wereld van verschil. Het is wat David Attenborough zegt. Hè, in één leven, het zijne, is eigenlijk alles veranderd. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Ik kan ook alle luisteraars die misschien denken van, we gaan er eens mee stoppen. Dan wil ik nog even kijken. Er bestaat een website van de foto's van de Hubble-telescoop. Mm-hmm. En dat moet voor iedereen die iets geeft om natuur en wetenschap. Dat is zoiets prachtigs. Je hebt geen idee hoe mooi twee botsende sterrenstelsels zijn. Maar tegenwoordig zeggen Kamerleden, ik geloof de wetenschap niet. Ja, dat is natuurlijk van een diepe, diepe treurigheid. Dat is gewoon schandalig. Ja, als volksvertegenwoordiger, dat je de wetenschap niet gelooft. De wetenschap die de samenleving helemaal deze geweldige vorm heeft gegeven. Deze, ja, denk aan het feit dat er werd gezegd toen de corona ontstrof, het kon wel 2 jaar of meer duren voordat een effectief vaccin zou zijn ontwikkeld. Ja. En dat was binnen een jaar een effectief vaccin. Pfizer, ook de eerste aanwezig, was ook feitelijk het beste vaccin. En dat dan beschouwd wordt als vergif, als een samenzweringsdaad van Bill Gates. Nou, ik weet niet wat voor gekkigheid er dan niet van gebakken wordt, maar het is natuurlijk wel, in plaats dat je denkt, wat fantastisch. En als volksvertegenwoordigers dat zeggen, dat is zo treurig. Ja, dat is het. Maar wanneer is dat een beetje opgekomen? Want ik ben het best wel gewend, omdat eigenlijk mijn hele leven heb je wel, bijvoorbeeld Geert Wilders die in de opspraak komt. En nu is het trouwens wel echt een stuk heftiger natuurlijk. Maar op een gegeven moment is dat gebeurd, die polarisatie. Of is dat eigenlijk altijd al geweest? Nou, is toch wel heel erg opgekomen in de laatste. Eigenlijk is de wereld zo veranderd met Thatcher en Reagan. Hè? Die zeiden, de markt kan het beter. En dat zijn overheden gaan geloven. Terwijl het niet waar is. Want een vrije markt is in no time een oligarchie. Net als in de natuur wint daar de sterkste. En dan is het geen vrije markt meer. Ja. Maar blijven geloven in de markt. En dat heeft zoveel schade aangericht. En sindsdien is ook die heftige rechtse bewegingen, ook door de vluchtelingen natuurlijk. En dat, ja. Is het nu gewoon wachten tot het helemaal instort? Of, nou, dat is wel een heel somber perspectief. Ik denk dat, je ziet in Amerika wat het betekent als één van de beide, die hebben maar twee politieke partijen van betekenis, en één van die beide partijen is in handen geraakt van, ik noem dat een vorm van nihilisme. Zij zullen het anders beschrijven, maar het is naar mijn idee een vorm van nihilisme. En je ziet wat een immense schade die partij aangericht heeft aan het eigen land. En nog aanricht, hè? Nog steeds. Ook dingen tegenhoudt. Als we volgend jaar bij tussentijdsverkiezingen, als het de Republikeinen weer in een van beide huizen de baas worden, dat zou een rampzalige zaak zijn. Ik denk wel dat gekkigheid, mensen die niet geloven in de wetenschap. In mijn jeugd had je een vereniging voor de platte aarde. Die schijnt nu ook weer actief te zijn. Ja, actiever dan ooit dat volgens mij. En net zo goed had je Loede Palingboer. En die had alle gekkigheid natuurlijk. Die wist precies wanneer de wereld aan zijn eind zou komen. Ja, maar nu met al die media. De sociale media. Ja. Dat is echt een rampzalige maatschappelijke ontwikkeling. Dat is een etterende sfeer in elke democratie. Dat moet ook naar mijn idee aangepakt worden en gereguleerd worden.
Als je ziet wat er op Facebook mogelijk is, wat Facebook heeft aangericht, de schade die Facebook aan democratieën heeft toegebracht, ook aan Amerikaanse democratie, is het eigenlijk idioot dat we dat op zijn beloop laten. Ja. Dat is zo raar. Maar wat moet je eraan doen? Hè? Dat is wel moeilijk aan te pakken, denk ik. Ik zou het opbreken om te beginnen. Dus dat, dat het gesplitst moet worden. Het is natuurlijk een gigantisch bedrijf met een wereldwijde reach. Daar zou je iets aan kunnen doen. En dan zullen ze toch of overheidstoezicht. Er is op allerlei dingen overheidstoezicht. Ja, vroeger de filmkeuring. Ik weet niet hoe dat tegenwoordig is. Weet zal er nog wel zijn? 18, 14 in alle leeftijden, ja. AL. Die zijn er nog wel, denk ik, hoor. Ja? Denk het wel. Ja, waarom zou dat niet voor de sociale media ook een soort keuring kunnen zijn? Kijk eens naar Twitter. Heb je ooit wel eens op Twitter gekeken? Vreselijk. Ik doe het elke dag, maar vreselijk. Wat een ellende, een open riool. Oh ja, als ik wat zeg, dan komen er een aantal mailtjes, tweets, die positief zijn. En een dag later, dan komen alle negatieve. Ja. En die komen niet met argumenten, maar met kwalificaties. Ja. Die zeggen niet, om die en die reden was het verkeerd. Ze zeggen, hij dementeert. Dat zeggen ze, of hij is dik, of hij ziet er raar uit. Ja. Of, kwalificaties, geen krijg je argumenten. Krijg je daar een schild voor op een gegeven moment? Of is dat altijd nog wel naar om te horen te krijgen? Doet me weinig, hoor. Ja? Het is soms weinig. Ook wel komisch, moet ik zeggen. Ja. Ik ben wel uitgemaakt voor een Stalinistische pedofiel. Voor een elite-fascist. Een dik betaalde propagandist van de NPO. Ik heb ook gezegd, dat zal ik onthullen wat ik verdien met die tv-programma's. Dan zullen ze toch constateren dat het nogal meevalt met die dikke betaling door de NPO. Dan krijg je wel eens een ruzie met deelnemers aan dat programma, dat je iets gezegd hebt wat ze hoogst beledigend vinden. Ik heb eenmaal mijn excuses aangeboden. Ja, ik had een soort discussie met Sylvana Simons. En dat is niet de beste discussiant van deze wereld. Dus ik kon voor open doel inschieten, zou ik maar zeggen. De keeper was iets gaan doen naast het doel. En toen vond de redactie dat ik het wel heel kwetsend was geweest. Dus daar heb ik, maar ik heb de enige met wie ik ooit een soort ruzie heb gekregen, dat is er ook wel uitgeknipt, is Ton Elias van de VVD. Een onaangename man vond ik dat. Ja. Niet prettig. Ton Elias, nee. Nee, maar. Maar voor de rest is op zichzelf is de sfeer eigenlijk in het programma ook niet polariserend in principe. Daar hebben allerlei mensen meegedaan waarvan ik de politieke opvattingen abject vind. Maar ik zal hoogstens een keer zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Of dat je daar ook heel anders over kunt denken. Maar meestal is het gewoon leuk, moet ik zeggen. Maar staat die polarisatie in de weg hoe gelukkig mensen zich voelen? Dat denk ik wel. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een zekere maatschappelijke consensus, en binnen die consensus kunnen best verschillende opvattingen bestaan, dat een prettig gevoel is. Ja. In feite is er nog steeds. Alleen bij ons zijn de franjes van de samenleving, die zijn relatief groter geworden. En dat is natuurlijk een kwestie van de immigratie, die voor veel mensen een zorgwekkende zaak is, ook omdat ze er niks van af weten. Want dat is een heel essentieel punt. Hoe minder mensen weten, hoe bozer ze zijn over de dingen waar ze niks van af weten. Ja, ik wil daar wel toevallig een heel persoonlijk voorbeeld van geven. Namelijk mijn zogenaamde voordringen bij de vaccinatie. Ja. Dat hebben we. Heb ik een kop over gelezen, maar ik heb er niet op geklikt. Ik verlang er wel naar. Ik ook. Ja, dus ik heb al tegen mijn vrouw gezegd dat we ons als eerste zullen melden bij de huisarts. Mijn lieve partner heeft de huisarts opgebeld. Kijk. En gezegd, hoor eens, hij moet zaterdag naar een groot congres. Kan hij niet die booster krijgen? En heb je hem gekregen? Nee hoor. Oh. Nee, het is dus een hartspecialist. Nee, ik was geen klant meer. En nee, kon niet. Oh. En hoe was dat dan voor die vaccinatie? Nou, het was met de vaccinatie zo dat het ging per leeftijd, het telde af. Dus de 100-jarigen die kwamen als eerste en dan zo naar beneden toe. En op een moment dacht ik van, nou, ik had gehoord dat de 78-jarigen aan de beurt waren. En ik was 77 natuurlijk vorig jaar. Ik denk, ik ben aan de beurt, maar ik had helemaal geen uitnodiging gekregen. Dus toen heb ik opgebeld naar de instanties. Ik zei, hoe is het? Hoe zit het eigenlijk? Kan ik een afspraak maken?
Want ik ben volgens mij aan de beurt. En dat was op zichzelf een komisch theater. Want de eerste zei, nee, ik kon absoluut geen afspraak maken. Uitgesloten, beetje zoals jij nu met de boosterprik, uitgesloten. Ik denk, ja, dat is toch gek. Ik ben 77, dat is gek. Dus ik bel nog een keer een kwartier later. En dan kijk een hele andere persoon aan de lijn en zegt, nee, dat is helemaal geen probleem. U kunt gewoon een afspraak maken, helemaal. Dat kunt zeker. Heeft u de boel bij de hand? Had ik de spullen van mijn vrouw niet bij de hand. Zei, ik bel u over een kwartier even terug en dan maken we een afspraak. Dus ik bel weer een kwartier later. De derde persoon. Iemand anders, ja. Nee, weer iemand. Heel iemand als, nee, dat is uitgesloten. U kunt absoluut geen uitspraak maken. Nee, nee, dat kan nog weken duren, meneer Van Ossum. Echt waar. Ja, dit is te gek. Ik zei nog, uw collega zei dat net. En toen heb ik een kwartier later weer opgebeld. Toen kreeg ik een hele zakelijke meneer aan de lijn. De eerste drie waren dames. Ik bedoel dat niet discriminerend. En die meneer die zei, hoe oud bent u? Ik zei 77. Wordt u dit jaar 78? Ja, dat was het geval. Ik zei, oh, dan zal ik u meteen noteren. Maar dit verhaal heb ik in de podcast verteld. En nou ja, dat was echt een explosie, een lawine, hoe asociaal ik wel niet was. En wat stelde ik mij eigenlijk voor? En wat een schandelijke zaak dat ik een afspraak had gemaakt. En ja. Had een andere bejaarde had ik een prik onthouden. Nou, zo, het daverde maar door. In feite, naar de KRO-NCRV werden tientallen brieven geschreven dat ik weg moest als bij de liefste mens. Dat ik volledig ongeschikt was voor dit soort dingen. Ik kreeg in maart eerste uitnodiging voor de eerste prik. April de tweede. Ja, zo is het bij mij ook gegaan. Ja. Was het toen een last van je? Je bent meer dan 10 jaar, je bent 12 jaar ouder dan ik. Ja. Was u daar blij mee? Ik was er blij mee, ja. Ja, want hoe was het daarvoor, toen er nog geen vaccinatie was? Dat was een onzekere tijd, dan neem ik aan. Ja, ik ben niet zo'n nerveus typeje. Nee? Nee. Dat viel wel mee. Hoewel, ik had net een grote longontsteking achter de rug. Maar nee, dat viel wel mee. Maar nu wil ik wel graag die derde prik hebben. Nu het weer zo hoog oploopt. Ja, ik hoop ook. Waarom ook dan nu weer? Dus in al die landen kan dat. Ja. Ik heb begrepen van de instanties dat het ook in Nederland op korte termijn uitgevoerd kan worden. De Utrechtse GGD zei ze kunnen morgen komen. Nee, pas in december. Ja, dat is toch heel raar. Begrijp ik ook niet. Dat moet Hugo de Jonge nog wel eens heel overtuigend uitleggen. Want dit is raar gewoon. Want in december dan zijn we toch weer een dikke maand verder. Ja, dan hebben we alweer tal van mensen zoals wij het gekregen. Ja, precies. En dan, die gaat dood. Maar is het niet zo dat het virus momenteel vooral ongevaccineerden treft? Nou, hoe langer hoe meer toch ook gevaccineerden, hoor. Die voor wie het alweer lang geleden is. Ja, oké. Ja. Ja. Want ik vroeg me dan altijd af van, als het dan toch over het algemeen ongevaccineerden treft, waarom zou je mensen met vaccinaties nu dan een derde geven? Want daar ligt overduidelijk niet het probleem. Nou, dan moet je die mensen wel zo gek krijgen dat ze gevaccineerd willen worden. Want dat natuurlijk. Dat speelt daar namelijk doorheen. Op zichzelf is het zo. Kijk, de groep van gevaccineerden is veel en veel groter dan de groep van de niet-gevaccineerden. Ja. Ja. Dat scheelt een factor 5 of meer. Maar de kans bij de niet-gevaccineerden dat ze het krijgen is ook veel en veel groter dan bij de wel-gevaccineerden. Maar omdat er zoveel gevaccineerden zijn, komen daar nu ook een meer besmettingen voor. Die overigens in het algemeen relatief gunstig verlopen. Keurig uitgelegd door even tot hier, zaterdagavond. Ja, ik vind het wel moeilijk wat ik allemaal moet geloven. Dus je hebt ook bijvoorbeeld, dan hoor je dan van ja, het hele ziekenhuis ligt vol met gevaccineerden, maar een ziekenhuis, daar liggen dan 2 mensen in, max per ziekenhuis. Dus dan is dat ook niet zo heel erg bijzonder dat er vol liggen met gevaccineerden. Dat is ik weet niet, dat is, als je kijkt naar die, er liggen nu alweer 268 mensen op de IC. Ja, maar dat is verdeeld over alle ziekenhuizen in Nederland. Ja, dat is zeker waar. Maar een van de problemen met de IC's was dat wij een heel beperkte IC-capaciteit hadden in Nederland. Ja. Allemaal op basis van een extreem efficiëntie van het systeem. Waardoor we ongelukkigerwijs, dat vond ik zelf vrij typisch toch, dat je patiënten naar Duitsland moet transporteren om ze daar te laten behandelen. En die capaciteit is niet toegenomen in het afgelopen jaar, die is afgenomen. En dat komt omdat het aantal IC-verplegers
dat is afgenomen. En hoe komt dat? En dan komen we aan een heel interessant punt, dat mensen in onderwijs en zorg in Nederland schandalig slecht betaald worden. Dat dit zittende kabinet zich ook gewoon verzet heeft tegen moties die daarover werden aangenomen in de Kamer. Nee, maar dat is die polariserende samenleving, waarin het vooral om vrijheid gaat en niet om broederschap. Ja. Kijk, je moet natuurlijk zorgen dat je zorgsysteem, en met name ook je medische systeem, dat daar ook een Maar die marktwerking in de zorg, ja, dat is wel fnuikend. En, dan koers je dus steeds naar de meest efficiënte oplossing. Maar dat betekent dat als er extra druk op het systeem komt, dat er geen marge is. Markten willen geld verdienen. Die willen niet zorg verlenen, die willen geld verdienen. Ja, dat is natuurlijk idioot dat een ziekenhuis een commerciële onderneming zou moeten zijn. Ja, idioot gewoon. Dus de wet die zegt dat iemand die ziek is, recht heeft op zorg. Een markt zorgt niet voor zorg. Die wil geld verdienen. Ja. Zorg is een taak van een overheid. Zeker. Dus weg met alle marktwerking uit de zorg. Dat is ook zo gek. In onze grondwet van 1983, staan een reeks van sociale artikelen waarbij de overheid verplicht wordt om behoorlijk te zorgen voor de burgers. Ja. Je weet dat in die agendazaak en zo, dat de rechter wel bereid is om daar op basis van dergelijke wetsartikelen zeer dwingende uitspraken te doen. Ja. Ik begrijp nooit begrepen hoe onze liberale kabinetten, waarom die dus die grondwetsartikelen niet hoeven uit te voeren. Ja, natuurlijk moeten ze dat. Dat is raar. Ja. Ik vind het ook heel interessant dat internationaal zie je dat de rechters zich ook gaan beroepen op verdragen. Zeggen mensenrechtenverdrag. Het staat weliswaar nog niet in je wet, maar wel in het verdrag. En dus heb je die wet maar zo te maken dat je aan het verdrag tegemoet komt. En dan hebben wij natuurlijk Europees recht, wat op een aantal punten meer betere garanties biedt dan onze eigen wetgeving. En dan, wat zegt de VVD dan? Nu we toch bezig zijn. Wat zegt de VVD van? We zouden ook wat van die internationale verplichtingen, daar zouden we een beetje van af moeten. Nou ja, dat is dan vrij sterke kost. Hè? Want ze zijn wel enorm boos op Boris Johnson als die met de pet naar de verdragsteksten gooit. Maar kennelijk bestaat die intentie bij ons ook. Nou ja, we hadden het net dus ook een beetje over de acht die iedereen zou moeten hebben aan het eind van de eeuw. Zijn dit ook dingen die daaraan bij zouden dragen? Wat je net zeggen over zorg. Het over het klimaat gehad. Het klimaat, ja, dat is wel interessant. In hoeverre is het klimaat, draagt dat bij aan wat voor cijfer iedereen zijn leven zou kunnen geven? Dat laat ik eerst aan Jan over. Er zijn in de geschiedenis van het leven op aarde, is er 5 keer is het leven met uitsterven bedreigd geweest. Al 5 keer is er meer dan 50% van alle dierlijke en plantaardige leven uitgestorven. Alle keren was de oorzaak een niet-natuurlijke. Meteorietinslag, uitstoot van fosforverbindingen enzovoort. Dat tot 80% van het leven verdween. Nu voor de 6e keer is de biodiversiteit enorm aan het afnemen. Sterven planten en diersoorten uit. En nu is de oorzaak een wel-natuurlijke, namelijk de mens. Die veroorzaakt het. En als we zo doorgaan, dan wordt het heel ernstig met de zeespiegelstijging en met verwoestijning, met dikkere hagelstenen, met grotere stormen. En dat mogen we onze kinderen natuurlijk niet aandoen, onze kleinkinderen. Nee. Dus we zullen onze enige inspanning en iets welvaart, teruggang, niet veel hoor, moeten getroosten om het tegen te houden. En of dat gaat lukken in Glasgow, dat is zeer te betwijfelen. Maar ik onderstreep nog maar eens, het kan wel. Het is helemaal niet zo dat er een echte hinderpaal is. Er is zonne-energie genoeg, we hebben geld genoeg, we kunnen technisch alles, het kan. Dus hebben we het maar te doen, vind ik. Nou, u zegt eigenlijk, het maakt niet zoveel uit hoe gelukkig mensen zijn als 80% van al het leven op aarde toch niet meer Als de mensheid aan het uitsterven is, dan is er even iets anders aan de orde. Ja, zeker waar. En bovendien, je wordt helemaal niet minder gelukkig van minder welvaart. Nee, dat je wordt ongelukkig van armoede. Ja. Maar je hoeft helemaal niet tot armoede te leiden. Ik geef altijd het voorbeeld, 1962. Toen was ik 19.
En toen was het, wij zijn nu ongeveer 5 tot 6 maal zo welvarend als we toen waren. We gebruiken overigens per persoon in Nederland 4 keer zoveel energie nu per dag als we in 62 deden. En ik garandeer jullie dat wij, althans ik en iedereen die ik kende toen, geen haar minder gelukkig of tevreden met het leven was dan nu. Hè? Ja. Terwijl, bij mij in de straat was precies 1 familie met een auto. TV hadden wij niet. Radio luisterden we niet naar, we hadden een krant. Maar je hebt dan namelijk al een welvaartsniveau bereikt waar zulke zekerheden in verpakt zitten dat je, ook als je 5 keer zo welvarend wordt, dat is heel interessant onderzoek. Je wordt alleen ongelukkiger als de buurman rijker wordt. Ja, dat is een grotere auto. Ja. Dat is heel problematisch. Zeker. Maar in 62 zeiden wij, make love, not war. Ja, de jaren 60 waren best een leuke tijd, in de zin dat het een heel optimistische tijd was natuurlijk. En dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. Het probleem, denk ik, met het klimaat is, het is net wat Jan zegt, we hebben het geld, we hebben de technologische mogelijkheden, we weten precies eigenlijk wat we doen moeten, maar we hebben geen wereldregering. En ongelukkig genoeg zijn de 3 grootste spelers op het wereldtoneel, dat zijn er 3, dat is China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. De enige interessante speler van die 3, dat is de Europese Unie. Omdat dat eigenlijk al een heel complex samenwerkingsverband is. Dat is ook een voorbeeld. Ja. En we hebben een zettende pech dat de 2 andere reuze spelers nazistaten zijn. En nazistaten die willen altijd de andere nazistaten de loef afsteken. En die zijn altijd bezig met de vlag. Ze zijn nu toch weer begonnen met z'n 2 aan een race naar de maan. Ze zijn er geweest. Het is totaal oninteressant. Het is flauwekul, eerste klas. Er worden miljarden in gestopt. Stop het in iets anders. Alle problemen zijn mondiaal geworden. Hè? Niet alleen dat virus wat we hebben, maar ook het klimaatprobleem, het vluchtelingenprobleem. Het is allemaal mondiaal geworden en de regeringen zijn nationaal gebleven. Dat is een van de grote problemen van vandaag de dag. Het denken competitief over de andere natie. Ja. China en Amerika zijn ineens begonnen met elkaar te bedreigen en allerlei kletspraten verspreiden over existentiële bedreiging. En dat is echt, als je denkt hoe onbeschrijfelijk veel geld verspild is aan de Eerste Koude Oorlog, dan is toch wel het laatste wat je zou willen, een Tweede Koude Oorlog. Het is verschrikkelijk. Ja. Wat er aan wapensystemen verspild wordt, dat is heel erg hoor. Ja, het is wel heel frustrerend, want het zijn zulke grote machten. Ja, wat doe je daar eigenlijk aan als individu? Nou, wij als individu kunnen er heel bar weinig aan doen. Je kunt je best doen als individu. Maar Nederland is een piepklein land. Hè. Wij zijn ongeveer even groot als een grote Chinese stad, globaal gesproken. Ja. We hebben ook vaak zo tegen de 14, 15 miljoen inwoners. Maar wij zijn wel een deel van de Europese Unie. En die Europese Unie is een veel interessantere en ook veel meer een lichtend toekomstperspectief dan China en de Verenigde Staten zijn. Maar moet je kijken hoe moeilijk het wordt met die oostelijke landen. Ja, dat komt. Hongaren en de Polen. Ja, dat is wel een verklaring voor. Ja. Het beste kunnen we ze natuurlijk maar een beetje laten garen in eigen sop. Je ziet dat ik niet koken kan. Laat ze maar een beetje. Ik denk niet dat je ze eruit moet gooien. Ik denk wel, kijk, de tragiek van Oost-Europa is dat het 50 jaar emancipatie gemist heeft. Het was vreselijk achter het ijzeren gordijn. Dat realiseren mensen zich niet wat een totaal fantasieloze, benepen, dictatoriale landen dat waren. Zo'n DDR, dat was gewoon een heel akelig, gemeen, klein gevangenisje. Maar laten we ze maar wat minder in de watten leggen, maar wel erbij houden. Dat zou ik ook zeggen, ja. Pak ze aan. Kunnen we ook wel. Nou, als je ze helemaal alleen laat, dan gebeurt er misschien helemaal niks. Ik ben van mening dat afgezien van de 2 grootste prestaties van de mensheid na 45, dat is de verzorgingsstaat, de moderne verzorgingsstaat en de Europese Unie. Ja, en het is toch ook wel mooi dat er komt geen derde wereldoorlog. Dat denk ik ook niet. De nucleaire. Dat beseffen toch ook deze vreselijke leiders wel. Een nucleaire oorlog slaat op hunzelf terug. Dat is onvermijdelijk. Ja. Dus ik denk niet dat het gebeurt.
Dat vind ik wel fijn om te horen. Ja, nee, dat stelt wel gerust inderdaad. Ja. Dan ga ik toch gelukkiger weg. Denk jij ook. Vanavond. Ja, ik denk, ik acht een groot, zeg maar, een conflict à la de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Met inzet van weer nieuwe wapens. Dat acht ik uiterst onwaarschijnlijk. Ja. Ik vind ook die paniekverhalen over Taiwan en zo. Ja. Daar zouden ook de autoriteiten zich voor moeten schamen voor die kletspraat. Maar hoezo denken jullie dat niet dan? Ik denk niet dat China ooit het risico zou nemen om Taiwan in te lijven met militaire middelen. Waardoor ze in principe het risico lopen in een groot militair conflict verwikkeld te raken met de Verenigde Staten. Nee, China heeft ook geen agressieve geschiedenis. Hè? Nee. China is niet expansiedrift of zo. Dat moet je bij Japan zijn. Het is het rijk van hem. Ja, de Japanners zijn wel getemd. Net als de Duitsers natuurlijk, als je natuurlijk 16 jaar een bondskanselier hebt, niet waar, in geraniumrode broek pakken, dan weet je zeker dat het klaar is met de Duitsers. Intelligent mensen worden die Angela. Fantastisch toch? Geweldig. Ja. Geweldig. Een zegen hoor. Zo iemand is een zegen. Oost-Duitse. Ja, ook dat, dominisdochter. Ja, natuurkundige. Ja, ook een fysicus inderdaad. Ja. Ja. Nou, een andere manier hoe we misschien die acht willen bereiken is door middel van maatschappelijke diensttijd. Ik weet niet of dat bekend is, dat concept bij jullie. Dus eigenlijk jongeren die betrokken worden in de maatschappij. Hoe belangrijk is dat? Is dat belangrijk eigenlijk in de maatschappij? Ik zou het niet zo gek vinden hoor. Ik ben zelf in militaire dienst geweest. Ik vond het vreselijk. Ik was net afgestudeerd en ik wou in de wetenschap. En het is een heel leerzame tijd voor me geweest. Ja, maatschappelijke diensttijd, dat betekent niet in het leger, maar dat je dingen doet voor de maatschappij. Maar dat je toch even georganiseerd je voor de maatschappij inzet. Ja. In het leger toch eigenlijk ook. Hè? Ja. Ja. Maar wat heeft u daar geleerd? Ja, ik werd onmiddellijk waarnemend compagniescommandant. Ik kom uit de studententijd en word ineens bij een commandant die voortdurend ziek was. Ben ik de baas over 300 mensen. Oh. Waarbij onderofficieren, beroepsonderofficieren. En dat was ontzettend leerzaam. Ik moest straffen en ik moest bevorderen en ik moest organiseren. Ik heb daar heel veel van geleerd in een korte tijd. Ik hoor eigenlijk alleen maar positieve dingen van mensen die diensttijd hebben gehad. Alleen nou, daar alsnog vind ik ook nog wel iets over. Oh ja? Dat vind ik wel fijn. Ik ben 5 maanden in dienst geweest en dat is zonder meer een absoluut dieptepunt in mijn leven. In 5 maanden? Ik kan niet anders zeggen, ik werd opgeleid tot tankcommandant. Zo. Om geheimzinnige redenen. En vind ik wel waarom cool. Was ik in dienst? Ik had ondertussen al een onderzoeksbaan in een Duits onderzoeksinstituut, had ik al. Maar ja, de studentendecaan was vergeten uitstel te vragen of dit administratief te regelen. Ik kreeg een briefje dat als ik niet kwam naar de Willem de Drie kazerne, dan zou ik opgehaald worden door een team van de Marechaussee. Dat leek me ook niet geweldig. En waarom was het zo erg? Laat ik met positieve beginnen. Ik heb 1 ding geleerd en dat is het lezen van de stafkaart. Je kunt mij nog steeds met een tank door het landschap laten rijden. Ik kan je precies zeggen hoe diep de sloten zijn. En dat je hoe je op de kerktoren oriënteert en waar je wel en niet overheen kan. Op een brug, nou, al die dingen meer. Dat is nuttige kennis, vooral omdat je vaak met een tank door het landschap rijdt. Moet je dagelijks plezier van hebben. Ja. Ik vond het eigenlijk voortdurend enorm willekeurig. Ik ben iemand die geneigd is om te vragen waarom dingen gebeuren die ik niet erg redelijk vind. Laten we op dat punt weer terugkomen. Al was het maar het opmaken van je bed. Je laken moest je zo omklappen dat het precies op de millimeter aansloot op het lineaaltje erlangs. Op het deurtje van je kast. Ja. En bovendien moesten al je onderbroeken moesten op mesbreedte worden opgevouwen en in de kast gelegd. Maar het was toch om te lachen, maat? Nou ja, ik vroeg aan de wachtmeester, want het was de cavalerie natuurlijk, waarom is dit? Dat kon hij niet uitleggen. Ik zei, als jullie al zelf helemaal niet weten waarom het is, dan hoeven wij het toch ook niet te doen. Ik zou zeggen dat het een stukje discipline maar is. Maar het probleem was, elke vorm van kritiek had hetzelfde antwoord in dienst. Jij wilt zeker het weekend binnenblijven. Wat je niet graag wou natuurlijk. Wat houdt dat in? Wil je het weekend binnenblijven dan? Oh ja, ja, ja. Je mocht geen kritische. Maar wat houdt dat in het weekend? En je moest het grootste deel van de tijd sta je te vervelen, dat je non zweegt. Het neemt exercitie.
Wij moesten wel anderhalf uur per dag exerceren. Dus de vraag was voor de hand liggend waarom aanstaande tankcommandanten zouden moeten exerceren. Ja, exercitie was heel nuttig in de Napoleontische tijd. Dat ging met carré's, dat zal er verder niet uitleggen. Maar hier niet. En ook daar, als je kritische vragen stelde, je hebt geen idee hoe gelukkig ik was dat ik bij de basiscommandant werd geroepen, dat de minister mij toestemming had gegeven om de dienst te verlaten en naar Mainz te vertrekken. Ik heb het allemaal natuurlijk ook meegemaakt. Ik kreeg les in hoe een accu werkt. Als net afgestudeerd natuurkundige. Daar moest ik dan bij zitten. Ja. Ach, ik heb er ook veel van geleerd. Ik heb er veel van geleerd. Dat in die zin dat organisaties volkomen nutteloze routines hebben die ze opgebouwd hebben in de loop der jaren, waar ze geen afscheid van willen nemen. Ik ben ook lid geweest van het Utrecht Studentenkoor. Daar heb ik ook allerlei betrekkelijk negatieve ervaringen opgedaan. Dat vond ik ook enorm leerzaam, omdat je ziet dat je een organisatie zo kunt maken dat eigenlijk de ontsporingen al ingebouwd zijn. En dat blijkt nog elk jaar bij de ontgroeningen van de diverse corpora natuurlijk. Het is gewoon ingebouwd in het systeem. Het heeft iets te maken met handhaving, met sociaal verantwoordelijkheidsgevoel enzovoort. Dus van deze twee negatieve ervaringen heb ik, alleen vond ik ze negatief en jij ziet de ervaring als positief, maar ik heb er veel van geleerd. Ja. Maar als ze mij in dienst na 3 weken hadden gezegd, je kunt naar huis, dan had ik ook... Ja, maar ik ook natuurlijk. Ook het vaandeltje uitgestoken. Mijn twee broers zaten tegelijkertijd met mij in dienst. Geen broederdienst? Nee, waren met z'n 3 verschillende uitstelperiodes tegelijk in dienst. We vonden het allemaal vreselijk. We hebben gezegd, jongens, als jullie ons gezeur verdragen, zullen we een enorm feest geven als we eruit komen. Wat we gedaan hebben. Jullie zijn gewoon toch iets positiever ingesteld dan ik ben. Ja, maar het was ook heel, heel boeiend hoor. Nou, je gaat er ook steeds positiever naar kijken, merk ik al nu toch? Nee, deze hele discussie begint vanwege een eventuele sociale dienstplicht. Want daar wou jij het toch over hebben. Daar ben ik geen voorstander van. Ik vind dat dat vrijwillig moet zijn. En als je dat al zou willen, zou je toch... Ik vond het ook heel onrechtvaardig dat meisjes niet in dienst hoefden. Hè, want ook dienst is overigens een vorm van sociale plicht. Hè, want het ging even om de mogelijkheid dat de Russen zou aanvallen. Niet dat die er ooit geweest is, maar goed, dat hebben we ons hetzelfde een tijdje wijsgemaakt. Maar je kunt een beetje verzorging inbouwen met die sociale dienstplicht. En een beetje discipline voor de jeugd een jaartje, is toch niet zo gek? Nou, het idee is meer dat je zelf iets kiest wat je zelf wil bijdragen aan de maatschappij. Ik vind het heel moeilijk dat de overheid het beslag op je tijd legt zonder een werkelijk dringende noodzaak. En dat is er natuurlijk bij dienstplicht, kun je zeggen. Was die er eigenlijk wel. We zijn er ook tenslotte mee gestopt natuurlijk. Ja, kan je alleen achteraf zeggen. Ik zelf ben van mening dat de Koude Oorlog veel te lang geduurd heeft. En dat als het iets meer volwassen en redelijk zou zijn nagedacht, dat we daar in halverwege de jaren 50 zonder al te grote moeite een eind hadden kunnen maken. Ja. Met overigens, vergeet dat vooral niet, dat zou toch hebben betekend dat de Sovjet-Unie de baas bleef in Oost-Europa. Dat moet je er wel bij bedenken. Het is een wat Gorbatsjov heeft gedaan, is een onbeschrijfelijke zegen voor de mensheid geweest. Hoe je het ook bent of keert. Ja. Hoeveel last ook hebben van die Polen, van al die luider in Oost-Europa. Maar waarom dan geen... En weet je waarom dat was? Omdat het een fatsoenlijk en redelijk mens was. Wat natuurlijk in die wereld zag dat de Sovjet-Unie achterop liepen. Ja. Dat hij technologisch geen gelijke tred hield met Amerika. Dat zag hij. Ja. Nou ja, een ander onderwerp. We hebben jullie ook gevraagd om allebei een voorwerp mee te nemen. Ja, ik heb het niet daar gedaan. Hè. Oh, dat heeft hij niet gedaan? Nee, ik weet van niks. Heb je het vergeten? Nou, ik heb een brillenkoker, maar ik iets aan hebt. Ja, een voorwerp waar je geluk uithaalt of inspiratie uithaalt. Op die manier. Maar u heeft niks mee, maar meneer Tela, heeft u wat mee? Ik heb wat meegebracht. Een lekkere vulpen, een pelikaan. Ik heb altijd een hekel gehad aan schrijven, omdat ik links ben en rechts moest leren schrijven. Oh. Maar ik heb toch mijn eerste boeken met vulpen geschreven.
En dat is de verrassing van mijn leven geworden. Dat ik dat, wat ik nooit dacht dat ik schrijver ben geworden. Dankzij de pen. Met de hand geschreven, de eerste boeken. Dus heb ik die maar meegenomen. Ja, mooi. Ja. Ja, dat is wel natuurlijk een mooi symbool. Ook met die pen? Niet allemaal met deze pen, maar... Nou ja. Is het Pelikaan? Of je had zo'n die deftige merken, toch? Ik weet niet meer. Oh, ik weet niet. Hij ziet er in ieder geval heel fijn ouderwets uit. Ja. Daar staat het waarschijnlijk. Ja, of ik dat kan lezen, dat is twee. Ook niet twee. Ik vind met de handschrijven ook heel fijn. Ik heb al het gevoel dat wat je met de hand schrijft, dat dat van hogere kwaliteit is dan wat uit je toetsenbord komt. Maar ja, meestal is de, hoe heet het, de druk. Is het, is misschien iets van ik ben het hier wel mee eens hoor. Ik schrijf ook liever met, oh, met ik pen of potlood. En ik schrijf, hoewel ik vaak de deadline druk heb, waardoor ik dan toch maar typ. Maar outline en uitreksels, dat doe ik allemaal nog gewoon met de hand. Ik schrijf ontzettend moeizaam, dus ik tik alles in. Ja. Je kunt het verplaatsen en uitwissen en weet ik wat. Heerlijk. Ja, ik heb het geduld niet voor. Maar dat was er niet vroeger. Toch geluk dat je je bril mee hebt, hè? Dat is toch wel een geluksvoorwerp het geworden. Het is een Waterman. Een Waterman, ja. Ook een deftig merk, hoor. Ja. En daar, aan de andere kant staat Frankrijk. Dat is ook vrij typisch natuurlijk. Is Waterman een Frans merk? Nou, dat zou kunnen. Ik zou het niet weten, maar... Ik heb geen voorwerp bij me, maar het is toch symbolisch dat ik deze bril... Even afzet en deze weer terugleg. Ik heb namelijk twee nieuwe lenzen in mijn ogen gekregen. Die kan ik nou toevallig even niet uithalen om aan jullie te laten zien. Maar ik heb ze wel bij me. Ik geloof allebei. Wel. En het is een onbeschrijfelijk genot om nieuwe lenzen te krijgen. Je hebt geen idee wat dat betekent. Heerlijk. Het is werkelijk. Nou ja, het is net alsof je weer ziet zoals je, als je was toen je 16 was. Bij mij was het bijvoorbeeld zo dat vrijwel al het blauw uit mijn ogen al gefilterd was door de vertroebeling van de oude lensjes natuurlijk. Je hebt ook nieuwe lenzen, begrijp ik. Ja. Heerlijk. Ja, zie. Het is zo jammer dat je eraan went. Hè. Want in het begin, als je dan de gordijnen opent deed, dan dacht ik aan, wat een licht, wat is het licht. Het is ongelooflijk. Goed dat ik naar de badkamer liep en ineens de tandpasta weer kon lezen. Ja. Heerlijk. Ja, ik weet niet wat je overkomt. Nou, ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het is om slechte lenzen te hebben. Dat komt nog. Ja, nee, ik hoop het niet. Nee, ik hoop het niet. Vanzelf. Ja, dat is zo. Ik had verschrikkelijke staar in mijn rechteroog. En dat is heel, heel onaangenaam. Ja, dan is het heerlijk. Dus ja. Ja, was ik daar gelukkig mee. Het is de meest uitgevoerde operatie in Nederland. Ja. De risico's zijn minimaal. Het doet geen pijn. Het doet geen pijn. Het is heel simpel. Het is echt een wonder. Dat je ook denkt... Kan ik ook enkele andere onderdelen laten vervangen op deze basis? Ja, dat kan steeds meer volgens mij, hè? Ja, zeker. Nou, ook dat hebben we ook nog niet. De medische wetenschap die is zo ontzettend vooruit gegaan. Ja. Als je denkt dat een heupoperatie 30 jaar geleden, dat was een verschrikkelijk probleem. Vaak overleefden de oudjes het niet. Tegenwoordig is een heupoperatie. Ja, als je slitteken ziet, dat stelt niks voor. Ja, maar kijk überhaupt hoe lang men tegenwoordig leeft. Ja, want dat is een hele rare zaak. Maar de Nederlandse vrouwen, die doen het gemiddeld in Europa niet erg best op het punt van levensverwachting. Maar de Nederlandse mannen zijn in Europa betrekkelijk uniek in de snelle stijging van de levensverwachting. Ik dacht dat het andersom was juist. Ja, dat denkt iedereen. Maar wij halen, als het zo doorgaat, gaan de mannen de vrouwen inhalen. Dat is de vrouwen leefden altijd langer, hè? Ja. Is dat niet meer zo in Nederland? Het verschil wordt minder. Oh. En waarschijnlijk komt dat omdat veel Nederlandse vrouwen zijn blijven roken. Meer dan in andere landen. Ah. Is dat zo, ja? Zou kunnen, ja. Ik hang van irrelevante feitjes aan elkaar. Dus ik moet het wel even opzoeken. Nou, dat is geen probleem. Nee. Nou, we zijn wel bijna bij het einde van het gesprek. En we vragen eigenlijk altijd de gasten als afsluiting of ze een tip hebben voor de mensen die luisteren. Om gelukkiger te worden. Ja, of om inspiratie op te doen. Tjee. Nou, ik heb natuurlijk een kleine tip. Kom niet met uw auto naar Westervoort en Duiven. Dat scheelt enorm in uw geluk, in uw geluksbeleving. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik ben zelf een groot gelover in wandelen, in, in,
de waarneming van de seizoenen in allemaal wat betrekkelijk simpele dingen die iedereen kan doen. En die ontzettend fijn zijn als je... Je moet natuurlijk een soort routine opbouwen. Dat zie ik ook al veel mensen dat. Maar je moet gewoon elke dag even gaan wandelen. In een park of hier. Hier heb je waarschijnlijk allerlei meer natuur dan ik in Utrecht bij de hand heb. Maar ik zou dat altijd doen. Hele goeie. Ja. En nu Jan? Ja, ik zou zeggen, use it or lose it. En daar hoort dat wandelen heel goed bij. Blijf de dingen die je hebt gebruiken. Dat geldt ook voor je autoraampje. Als je niet af en toe open doet, na 4 jaar krijg je het niet meer open. Zit het vastgeroest. Blijf je hersens en je spieren gebruiken. Ga niet, als je oud wordt, achter de geraniums zitten. Gaan heel veel mensen dood achter de geraniums. Blijf actief. Je blijft er gelukkiger door, je blijft er gezonder door en je bent aanvaardbaarder voor je omgeving. In het algemeen, denk ik. Ja. Use it or lose it. Mooi. Hij wordt 90 en ik ben 78. Oké, dat is iets minder, maar toch, als je het bij elkaar optelt, is het toch vrij indrukwekkend. Heel wat, hè? Ja. Heel wat. Het is meer dan anderhalve eeuw. Ja, en we mogen nog wat zeggen af en toe. Ja, dat is ook wel erg fijn. Dat je gekend wordt, ja. Hè? Ja? Ja, hoor erbij. Het is gezien, dat is de laatste regel van Reven, de avonden. Nou, mooi. Maar vindt u dat fijn dat u gekend wordt dan, ja? Ik denk dat het flauw zou zijn als ik zou ontkennen dat best prettig is. Dat je gebeld wordt om iets te gaan doen. Of dat je voor een lezing wordt gevraagd. Of dat je uitgever tevreden is als je boekje af is. Of dat je richting Westervoort Duiven mag rijden. Ja, dat is een onderdeel van het leven wat bezwaarlijk is. En dat heeft te maken met gebrekkige investeringen in infrastructuur in deze regio. Nou, dan sluiten we hem daarbij af. Nou, heel erg bedankt dat jullie hier waren. Bedankt. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of Hope. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify en je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast@hope-xxl.com. Tot ziens. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving towards happiness.